gaat het? Een hele goede morgen, Elliot. Welkom in deze nieuwe vlog. Van Team Park Kids. Ja, onderweg naar schooltje. Onderweg naar schooltje. Ja. En weet je maar waarom Oliver niet mee is? Vertel het maar, waarom is Oliver niet mee? Want jij bent inderdaad de enige die nu naar school gaat. Omdat Oliver een beetje pijn aan zijn knie nog heeft. Ja, Oliver kwam gisteren uit school. En hij klaagde heel erg over pijn in zijn knie. En hij is al naar school. Maar Ollie die staat nog hier. Die heeft een beetje last van zijn voet, hè? Of van je, wat is het eigenlijk? Waar heb je aan? Van je been? Hij heeft een beetje last van zijn been. Wellicht een beetje groeipijn. Maar ja, we gaan natuurlijk naar Nederland, dus we willen het eigenlijk niet overbelasten nu. Fayana ligt lekker hier op de grond. En mama die zit daar iets te zoeken volgens mij. Wat wil jij aan doen? Ik zoek batterijen, maar natuurlijk heb ik weer niet een keer drie dezelfde. Dus het... Ik had zo'n heel nieuw doosje gekocht, toch? Ja, dat is op. Oh, dat gaat dan al heel snel. Ja, wij zijn groot batterijconsumers. Het is lekker beter kijken hoeveel later weer niet dicht gaat. Kijk, vandaag gezellig een dagje mee. Laatste dagje in Nederland. Of in Spanje. En daarna gaan we morgen naar Nederland. Voor een weekendje. Dus kijk gezellig een dagje met ons mee. Hij doet het weer. Olly die is lekker aan het koken in zijn keukentje. Ik doe, mam. Mag ik hem hier neerzetten? Nee, je mag niet aankomen. Oké. Okay. Ben je een verrassingsmaaltijd aan het maken? Nou, probeer je een beetje jam te maken. Beetje jam maken? Maar zit de jampot niet meer hier? Nou, volgens mij is dat de jampot. Kijk, dit is dan de deksel van de jampot, zie je? Oh, mama. Nee. Nee, kijk maar, mam. Nee, dat is de chocopasta. En dan moet hij nog wel ergens zijn. Mama, weet je, ik kan niet wel jam meemaken. Dat denk ik ook wel. Nou, maak jij lekker jam, ga ik even Fiona een flesje geven. Ach, onze nachtprinses is ook alweer wakker. Ze is heel veel wakker geweest vannacht. Oh, dat is lekker, hè. Ja, ze had er niet zoveel zin in vannacht. Dus we hebben ook wel een beetje een gebroken nacht gehad vannacht. Maar goed, we doen vandaag sowieso wel een klein beetje chill aan. Want morgen gaan we natuurlijk naar Nederland. En ik haalde gisteren Oliver uit school. En die klaagde eigenlijk gelijk over zijn knie. Dus ik denk inderdaad dat hij gewoon heel erg last heeft van groeipijn. Dus hij kwam vanmorgen ook uit bed. En toen moest hij naar de wc. Toen zei die man, wil je hem even tillen? Dus hij heeft er nog steeds wel echt heel erg last van. Dus ik laat hem even lekker een dagje rusten. Zodat hij een beetje kan herstellen. En ook fit mee in Nederland kan. Wordt jouw tweede keer Nederland? Ja. Dus dat betekent dat we vandaag natuurlijk ook tassen gaan inpakken. En een beetje rommelen in en om het huis. Zorgen dat het een beetje schoon en aan kant is. Voordat we vertrekken. En er staat nog een gesprek op de planning vandaag. Ik heb nog wat werk te doen. Dus weer een volle dag met allemaal dingetjes. Maar we gaan eerst even lekker de dag rustig opstarten. Met wat eten. En volgens mij was Olly lekker bezig in zijn keukentje. Olly heeft er intussen maar even een spelletje bij gepakt. Fiona ligt hier lekker te chillen. En het is inderdaad wel een heel leuk spel, want wat moet je hiermee doen? Tada! Ik heb deze gemaakt, kijk maar. Schrijven. Je hebt UFO geschreven, Oliver. UFO, haha. Heel cool gedaan. UFO. Nu mag jij eens schrijven. Okay. Welke plaat wil jij? Ik vind zebra wel leuk. Mag ik die doen? Ja, okay. Die moet hieronder. Oké, okay, plak hem er maar bij. Jawel, kijk maar. Tada. Ja, ja, dat is hem. Maar dat is ook de A van anker. Wil je dan niet eerst jouw anker maken? Weet je niet meer waar die is? Jawel, kijk maar. Ah, oh, daar is die. Dan haal je de zebra weg. Dan moet je eerst jouw anker maken, want jij zoekt net de A. Mama, weet je, jij mag anker maken. Oh, pak hem maar. Hij is heel lang, de letters. Weet je wat we anders doen? We doen het plaatje hiervoor op, want dan kan ik namelijk erachter schrijven. Want je begint altijd met schrijven met de eerste letter. Zie je? Met die. En dan. Oh, ik ben uit de bank. En dan is de N aan de beurt. Het zijn allemaal Engelse woordjes. Ik ga even kijken waar het niks uit. Want die had ik net gezien. Het gaat gewoon echt om het herkennen van de letters. Ah, ik zie hem. Dankjewel, Oliver. En dan die, mam. Ja, dat is de C. Ik heb de C. Heel goed, Oliver. En dan? En dan de H, de
de haar van hem. Ja. Deze man dan het rondje. Welke letter is dat? Het rondje. En hoe heet het rondje? O. De O van? Oliver. Ja. Oh, er zit nog een ei achter. Okay. Heel goed, goed gedaan. En dan de laatste letter? Die. Dat is de R. Die zie ik niet voor je. Je had hem net wel. Echt niet. Dat is van die auto. Van de auto? Ja. Ja, oké. De autoletter is deze. Die had ik net vast. Van car, denk ik. Ja. Ik heb dezelfde gevonden, mam. Is het dezelfde? Nee, deze. Oh, twee keer. Ja. Ja, die hebben we nodig. Anker. Anker. Het is een lanker. Anker. Een lanker anker. Jij hebt een beetje meegehelpt, hè? Tuurlijk. Jij wist niet hoe het moest. Je hebt me nu geschreven. Je hebt veel woorden geschreven, Oliver. UFO. Anker. En dinosaur. En de laatste is? Die. Koala. En die. Koala, en die, anker, en die, dinosaur. Die. Ja, vier woorden heb je geschreven. Inmiddels zijn we al puzzelen geslagen. Wat er staat, is van je wel leeuwen. Ja, maar alleen in de dierentuin hoor, Oliver. Lekkere puzzel weer. Met 200 stukjes, Oliver. Heel 205. 200 stukjes, ja. En deze heb je al heel vaak gedaan, dus deze kan je wel. Ik kom jou zo... Ja, ik kom jou zo helpen, want ik ben namelijk al bezig met wat kleding te pakken. Setjes die de kinderen morgen aandoen, setjes in Nederland. Nog een setje in Nederland. En ik weet dus nou niet of we nou jassen mee moeten nemen of niet. Weet je, ik moet vandaag niet naar school, want ik heb beenpijn. Ja, beenpijn, ja. Ja, dus Olly die blijft even lekker een dagje thuis. Maar goed, ik weet dus nu niet of we nou een dikke jas aan moeten doen of dat we aan een trui en een dun jasje genoeg hebben. Ik ga eens even kijken. Want ik had al wel gezien dat het op zich wel aardig weer werd in Nederland. Mama, oh, probeer leeuw te zoeken. In hier in Spanje krijgen we ongeveer het hele weekend regen. Dus dat hebben we mooi uitgekiend zo. Leeuw te zoeken. Oké. Okay. Ik zie dat het een graadje of 17, 18 wordt. Ik denk dat we dan aan een trui en een jasje genoeg hebben. Maar ik neem voor de zekerheid ook gewoon hemdjes mee voor de onder. Dan moeten we als het goed is wel een beetje uitkomen zo. Moet te doen zijn. We hebben van beneden even een koffertje opgehaald. Voor de handbagage, want we reizen alleen maar met handbagage deze keer. Dus we gaan deze even inpakken. En nou is het voor 3 nachten, dus zoveel hebben we nou ook weer niet nodig. Maar ik heb in ieder geval alles al klaargelegd, helemaal voor de kinderen. Zo, dat is je koffer. Ik ga wel even kijken of het past. Ik ga hem niet in elkaar. Oké, nou mag ook nog even los blijven, want ik ga dit erop leggen.
dit een knuffeltje in doen? Welke knuffel neem je, Stitch? Nee, ik wil daar even uit de speelkamer. En kan je mij er maar toe tillen? Oh, schatje. Ja. Want ik kan nog steeds niet lopen. Nee. Vandaag is het Prins Oliver en Mama Lakai. Ik ben geen Prins Oliver. Ik ben een jongen, hè? Ja, dat is waar. Maar ik til jou overal naartoe. Als een prins. Echt niet. Oh. Wil je misschien Billy de Muis meenemen? Of Tommy de Muis? Nee, ik wil graag deze meenemen. Die is een beetje groot om mee te nemen. Echt niet? Ja, dat gaat niet, Oliver. Kijk eens hoe ik het doe. Daar. Ik weet het, liefje. Zo doe ik het. Zo doe ik het, man. Maar hij is een beetje te groot om mee te nemen. Maar ik doe alleen zo doen. Als we... Oké, nou, dan mag je die meenemen als handbagage. Ja. Dan doe ik alleen haar zo. En dan ga je zo ook over het vliegveld lopen. Met die. Ondertussen heb ik Oliver heel even voor de televisie geparkeerd. Want ik moet namelijk even iets uit de schuur halen. En de schuur bij ons is nog niet heel erg netjes uitgeruimd. Er staan nog heel veel dozen en toestanden en zo. Dus dan is het even handig dat ik even alleen de schuur induik. Als het goed is, ligt daar namelijk ergens nog een draagzak. Ik heb natuurlijk die grijzige draagzak waar ik Vianna vaak in doe. Maar dat is een wat goedkopere draagzak en die zit ook gewoon niet helemaal lekker en comfortabel. Die heb ik ooit een keer ergens gekocht. Omdat ik de goede draagzak die ik dus ook heb niet bij me had. Maar dit is op dit moment de status van onze schuur. Ik hoop dat als we straks terugkomen uit Nederland dat we een beetje de ruimte in het appartement hebben om in ieder geval onze crosstrainer hier uit te halen. Dat is natuurlijk een heel groot ding wat je hier ziet staan. Dan hebben we ook nog daar de benchpress met halters en allerlei gewichten en toestanden. Maar goed, ik moet dus even in deze chaos ergens, hoop ik, nog de draagzak kunnen vinden. Dus ik ga even kijken of ik die inderdaad ergens vandaan kan. Toveren. Ik vrees het ergst als ik dit zou zien. De dozen zijn ook helemaal in elkaar gezakt. En je hoort het piepen van een alarm. Ligt ergens een alarm met batterij. Oh, dit is wel een beetje chaos, jongens. Ik ben bang dat ik die draagzak niet ga vinden. Maar goed, ik ga een poging wagen. Draagzak. Oh, nooit gedacht dat ik zo blij zou zijn om de draagzak te zien. Oké. Nu volgend project. Nu heb ik nog ergens een deel van de kinderwagen liggen, de voetenzak. Want ik had namelijk het idee om dat mee te nemen voor Vianna. Want we hebben namelijk een kinderwagen bij oma staan. Maar dat is gewoon een buggy, zeg maar. Maar wel met natuurlijk zo'n tussen, met zo'n riempje en zo. En dat kan dus, als het goed is, kan die draagzak daarin. Of die voetenzak kan daar geloof ik in. Dus hier ergens zou ook nog de voetenzak van de kinderwagen moeten liggen. Dus dat is even nu mijn volgende project geworden. Maar ik ga eerst deze stapel even dus daar nog weer terug opstapelen. Dat hij niet omvalt als ik volgende keer hier de deur open. Want dat was nu ongeveer bijna het geval. Hier ook allemaal winterkleding liggen en zo. Het is misschien wel even mooi om uit te zoeken als we straks weer terug zijn. Als het goed is gaan we dan sowieso in dit hok om dus al die sportspullen eruit te halen. Maar goed, daar ben ik nu niet voor bezig. Dus ik ga het gewoon weer even dicht doen. En gewoon weer even terugzetten. En gewoon net doen alsof het hier heel makkelijk zoeken is. Toen we net hier naartoe waren verhuisd trouwens stond het wel natuurlijk allemaal netjes. Maar op een gegeven moment dan zoek je iets en dan... Ja, dan zoek je iets in heel veel dozen en dan trek je er een doos uit en dan valt die doos om. En dan denk je, nou dat komt de volgende keer wel, maar dan komt het natuurlijk de volgende keer niet, want zo werkt dat nou gewoon eenmaal. Dus dan ontstaat er zo'n situatie die er nu hier ontstaat.
buurman is even blaadjes aan het aanzuigen. Kinderwagen en een bekerhouder, cupholder. Oké. Nou. Ik weet dat we het hebben, maar waar het dan precies ligt, dan zijn we de zoektocht. Maar het is er. Hier ben ik wel echt heel blij mee. Oké. Deur dicht trekken en tot na onze mini-trip naar Nederlandschuur. Waar is El? Die heb ik op school gelaten. Op school gelaten? En we zijn in de Halloweenwinkel geweest. Oh, wat leuk! En hij was bijna een mummie geworden. Nou, toch El? Mama, mag ik iets vertellen? Ik heb echt iets super cools. Maar wat er ook als het Halloween is naartoe. Want de hele winkel van bij, heel dicht bij school is echt helemaal... Van Halloween? Ja. Maar dan moeten we eerst eventjes een beetje de spullen hier gaan opruimen. Want dit ligt hier ook zo in de weg. El, wil jij even helpen deze doos op te bergen? Want die staat echt in de weg. Nee. Ik heb al... Ik denk niet dat je scherp genoeg bent. Zullen we het samen doen? Gaan we hem even samen doen. Ik ga even in de doos zitten. Ga jij in de doos zitten? Oh, dan moet je even dit ritje openmaken. Hey, ik mag er in de doos zitten! Goed gedaan, Ol! Goeie grap! Tjokka! Jij schrok echt wel een beetje, schat. Die kunnen we ook voor Halloween gebruiken. Laten mensen schrikken. Niet in je neus! We zijn de laatste dingen voor Nederland aan het pakken. En we moeten nu eventjes iets van boven op de kasten aan hebben. Nou, ga ik jouw benen vasthouden. Hou mij in mijn hoofd maar vast. Hou mijn hoofd vast. Je moet wel blijven staan. Yes, één. Ja, gooi hem op de grond. En otra. Sí. También. Sí. Vale. Oh, echt een acrobatentruc was dit. Deze is van mij. Klopt. Die andere is van jou, of? Ja, dat klopt. Nou, doe je boekje er maar in die je erin wil hebben. En speelgoed als je dat eventueel wil meenemen. Jij wil dit boek meenemen. En dit is een Oliver ontdekking. In je koffie? Oké, ik heb hem even in je koffie gedaan. Koffer. Ja, koffer. Deze boek ook? Of maar alleen dat boek? Misschien nog een piratenboek mee. Die piratenboek. Je eigen piratenboek, oké. Oh, wil je Billy de Muis misschien mee op reis? Want dat is wel je reismaatje. Toch? Billy de Muis. Billy de Muis mee op reis? Hier. Oké, ja. Billy de Muis gaat mee. Het is trouwens Tommy de Muis. Nee. Tommy de superheld. Ja. Kijk hier dan. Hey, je voorleesboek. Ja. Ja, die nemen we mee, want het is volle maan als we in Nederland zijn. Moeten we natuurlijk wel een volle maanboek ook lezen. Kijk. Ja, dat gaat heel goed, Olly. Ja, dat was zo. Wat is er allemaal aan de hand, Vianne? Wat is er aan de hand? Wat is er met jou aan de hand? Je wil wel slapen, maar we verzorgen natuurlijk jouw rust nu. Deze is leuk. Oh, naar de basisschool. Ja, neem maar mee. Welke is de basisschool? Dat is een boekje. Oh ja. Ja, want Olly gaat nu ook naar de basisschool. Hey, maar als je nou nog een klein spelletje meeneemt... Zoals bijvoorbeeld het dierenboekje. Dat is echt een spelletje, speciaal voor in het vliegtuig. Nou, weet je mama, ik ga gewoon wat verkleed. Ja, neem maar mee op. Dat past niet. Nee. Ik doe verkleden. Deze wel. Dat is misschien nog wel een goed idee. Dan neem jij je ridderpak mee en dan neemt Oliver zijn
de drakenpak mee, want we gaan natuurlijk zaterdag... Ik wil deze! Noem maar je koffer. En dan kunnen we dat wel meenemen. Dat is wel goed. En dan zit het koffertje eigenlijk al vol met de spullen die we nodig hebben.